Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft voor jullie. En ja, ik heb mijn hele huis ingericht. Dus ja, ik ga jullie even een kleine rondleiding geven en ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. En ik was hier, nou wat zal het zijn, ongeveer 2 uur mee bezig. Resources verzamelen, alles hier naartoe krijgen wat ik allemaal nodig heb. Kijken wat ik wil, en dan was dat weer niet goed, dan kon ik weer wat anders doen. Ik was met de tapijten gewoon uren bezig. En gewoon al dat wood verzamelen, vooral die trapdoors en boven is de malle verschrikking. Maar goed, hier hebben we dus mijn mooie televisie. En ja, ik heb gewoon 1 miljoen koeien geoogst voor al die letters, voor al die boeken. Boven heb ik nog veel meer bookshelves. Dus ja, kun je lekker zitten zo, kun je een beetje televisie kijken, een beetje Holland's Next Top Model kijken en zo. Nou, hier hebben we dan gewoon een beetje de open ruimte en zo. Hier kun je lekker dansen. Ik ga je misschien nog wel een discobal maken, zo. Weet ik niet, maar diamond block of zo, nee. Maar ik heb hier allemaal van die bushes niks, zoals Corella zou zeggen. Niet dat ik nog naar hem kijk eigenlijk. Ik ben helemaal niet meer op geabonneerd. Nou ja, whatever. Maar in ieder geval, hier kun je zo lekker naar buiten kijken. Gewoon. Hier kun je allemaal dingen opzetten. Keken. Je kunt die flower pots neerzetten. Hier kun je eventueel wat mooie item frames neerpleuren. Maakt op zich niet uit. Hier hebben we dan de keuken. Hier kan al het eten in. Hier kun je nog wat opzetten. Hier ga ik een cake opzetten. Maar die gaan we nog een keer maken in een episode. En hier komt een pumpkin pie in natuurlijk. Mijn heilige eten. Nou, hier komt een aanbeeld natuurlijk. Nou, er staat al een aanbeeld, lol. Hier komt de weg naar beneden. De weg naar de kelder dus in principe. En ja, hier is een painting. Daar is een painting. Ik heb hier beneden niet zo heel veel paintings. Boven heb ik echt gewoon much, much more paintings. Even kijken. Hier heb ik een soort van, ja, wat is het? Een soort van gewoon ruimte waar je lekker kunt staan. Zo, je kunt er even dingen opzetten eventueel. Maar ik misschien niet uit. Hier kun je iets van de item frames doen. Ik heb een idee om hier een soort van map te doen. Gewoon zo 3x3 item frames. Daar gewoon een map in van de hele wereld. Of dus ga ik gewoon wel een keer helemaal rondlopen of zo. Daar heb ik deze plek voor gereserveerd. Dan hebben we hier mijn slaapkamer. Ik heb maar één bed hier gemaakt. Ik had gehoopt dat ik zo'n fancy kroonluchter bedachtig hemelbed ding kan maken. Maar dit is ook wel grappig met bookshelves en flauwpots en zo. Hier komen al mijn kostbare dingen. Zoals hier komt iron en kolen en zo. Hier komt gold, lapis lazuli en redstone. En hier heb je dan bijvoorbeeld echt gewoon diamonds, obsidian, emeralds. En gewoon de OP dure shit. Hier kun je nog wat neerzetten eventueel. Item frames, zwaarden of zo, weet ik veel. Dan hebben we hier natuurlijk, zoals je hier doorheen gaat. Even kijken, waar is de plek hier, ja. Heb ik dit zo gemaakt met stone. Hier komt mijn, soort van crafting. Denk wat het hier komt. Ja, ik weet nog niet per se wat hier komt. Maar hier hebben we dus in principe alle edelstenen. En dan komt hier gewoon alle, wat is het, zeg maar. Ja, dingen en boeken. En hier komt alle speciale shit zoals Ender Pearls, enchantment books, slime balls, al dat soort spul, zeg maar, wat ik ook, zeg maar, bij special heb. En wel, hier komt de beep. Ik moet hier nog wat bookshelves neerzetten. Ik heb op dit moment geen bookshelves meer, maar die moet ik hier nog even inzetten. En wel, dat wordt dus. Dit is zeg maar de speciale kamer. Zo, hier heb je dus alle speciale shit. En wel, dan kun je hier lezen over mythes van Minecraft. En wel, dan ga je hier zo gewoon weer naar beneden. En dan heb je hier gewoon weer in principe alles. Dus ja, wel, dit is dus in principe mijn huis. Vandaag in deze episode gaan wij met de pergola, een soort van fort ding bezig. Dus ja, ik weet wat ik eerst ga doen. Alle zooi stormen. Dumpen. Gewoon alles hierin. Gewoon al die shit, wat we in geen 1 miljoen jaar nodig hebben. Dat dumpen we allemaal daarin. Dit en dit en dit en dit en dit. Dit hebben we nodig. Dat is dat. Gaan we maar eens graven, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, ho. Daarvoor heb ik wood nodig. Heb ik nog wood hier of moet ik weer teruglopen? Even kijken, volgens mij heb ik amper wood. Want er komt een dock voor namelijk. Nee, ik heb hier geen oak meer. Want er komt een dock voor waar ik boten kan aanleggen namelijk. Dus dan moet ik helemaal terug wandelen en alles over dit pad heen. Ik ga hier nog allemaal weer een keer bomen planten en alles. En er komt nog wel een keer een vissersdek in principe hier zo. Er komt een hele vissersdek, dus die gaat helemaal het water in zo. En daar wordt een dek waar ik boten kan aanleggen bij mijn huis. Maar ja, daar kan ik ook wel vissen in principe. Maar het is daar echt niet diep genoeg om te vissen. En daar wel, want daar wordt het al heel snel heel diep. Dus dat heb ik al lang bekeken. Even kijken, goed, dan ga je hier zo in. Even kijken, dan heb ik wood nodig. Wood. Waar is mijn wood? Waar is mijn wood, jongen? In je face, bitch. Oké. Maar ik ga denk ik alles wel een keer daar naartoe transporteren. Wanneer ik ook tenminste de kelder klaar heb. Want dat ga ik denk ik in
weet ik veel, een van de komende episodes doen of zo. Niet in deze episode, want in deze episode ga ik in ieder geval proberen om de basis daarvan klaar te krijgen. Ik weet niet of me dat lukt, maar dat zien we allemaal wel. Even kijken, en dan dat vissersdok, geneuzel, is allemaal ook bij bijzaak. Even kijken, oké, okay, zo, laten we het. Even kijken, er komt een. Even kijken, 1, 2, 3. Dat is even een design wat ik in mijn hoofd heb. Oké, okay, want dit moet ik dan even zo maken. Dan komt dit hier zo. En dan... Ja, oké, okay, dit gaan we weer even al uitgraven alvast. Ik moet eigenlijk stone koeken, maar ik heb dat allemaal al in mijn huis liggen. Tenminste, wat ik allemaal moet hebben en alles, dat heb ik daar allemaal. Dus, en ik moet onmiddellijk gaan slapen. Dus ja, honden, jullie houden de wacht. Ik ga slapen, doei doei. En anders koken we het dan wel op. Dus ja, even kijken. Ik ga niet weer helemaal teruglopen, dat doe ik echt niet. Maar ik ben echt wel blij met mijn huis. Laat even achter wat jullie hiervan vinden. De badkamer is mij niet gelukt, want wel, er was allemaal geen plaats voor. En ik kon wel een badkuip maken, maar dan kon ik daar geen water in doen. Dus ik heb allemaal van die fancy tafels er neergezet en zo. Ik vind het echt wel een mooi huis. Het is denk ik even mijn mooiste huizen in Minecraft. Helemaal met die televisie en zo. Dus ja, ik ben er echt wel blij mee. Kun je dit even weg gaan graven? Hup, 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 hup. Hup. En ja, dit is best wel veel werk natuurlijk, maar dat begrijpen jullie ook wel. Dus even kijken, hier moet nog van dit zo, oké. Okay. En dan moeten we dit uitgraven, oké. Okay. Nou, ik zal dat hier ook maar even meteen doen. Hup, 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 hup. En ja, dat is wel een beetje oneven, maar dat maakt op zich niet echt uit. Omdat ik met zo'n schaakbord ontwerp ga werken. En ja, daarvoor heb ik sandstone nodig, maar ik heb hier nog zand en ik heb daar bij mijn huis nog sandstone. Dus weet je wat, gaan we dat nu gewoon even ophalen en wel, dan gaan we maar eens even alles invullen en dan gaan we maar eens even kijken. Ja, dan wordt dat mijn voorkant waar ik kan zitten en dan komt een dek met een barbecue, oftewel furnace in principe. Misschien kan ik wel barbecue maken. Nou, ik denk het niet. Dat ga ik denk ik bij het vissersdek doen. Daar komt een ook een ja boot. Unit wil ik niet echt zeggen, maar ja, oké, okay, ja, misschien kom ik dan wel een boot. Ik weet het nog allemaal niet. Ik zal eens even kijken zometeen. Even kijken, cobblestone. Kijk hier, meer dan genoeg. We sandstone. Ah, kijk, sand. Oké, okay, dit is goed. Maar goed, ik zal jullie maar even gaan vertellen wat ik met dat boot design wil doen. Hier komt in principe gewoon een deck. In principe is het gewoon een vissersdek, niet meer, niet minder. Hier ga ik ook geen boot aanleggen. Dus ja, dan kan ik niet, want er komen fans omheen en zo. Dus ja, want kijk, het is best wel diep daar. Dus daar ga ik dan ook heen met de vissersdek of zo. Ik moet nog even kijken precies. Oh, dat zie je ook wel. Ah, dat zie je nog. Ja, nou, ik weet nog niet precies wat ik wil doen met het vissersdek. Wat ik wel van plan ben, is dat ik een bootdock ga maken. Een soort bootunit. Die ga ik hier maken zo. Kijk, want dan kan ik hier zo heel makkelijk, nou ja, zeg maar... Weg met de boot. Dus hier komt een bootunit. En dan kan ik boten hier aanleggen. Of ik kan ze eventueel daar aanleggen. Dat maakt op zich niet uit. Maar ja, er komt niet echt een aanlegplaats voor een boot. En wel, dit gaat nog wel het water. Dus dan ga ik hier gewoon vissen. Dan hoef ik daar geen dock mee te maken. Nee, laten we dan maar gewoon dat gaan doen. Want wel, dat scheelt mij weer tijd en ruimte en wood en shit en alles. Oké, wel, dit neemt echt veel stone in beslag. Ik denk dat dat wel genoeg is. Even kijken. Nou, hup, hup, hup. Boom. Boom. Kijk eens even. Hup en hup. Oeh, dat zal denk ik niet genoeg zijn. Nou, we zullen zien. Even kijken. Hup, 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 hup. Oh my god, wat heb ik te weinig hiervan. Even kijken. Nou, hopelijk heb ik hier wel... Oh, wow, wow. Hopelijk heb ik hier wel genoeg van. Ja. Even kijken, dan moet ik weer verder gaan. Zo, wat doe ik nou toch? Kijk, zo, oké. Okay. Kijk, dat maakt op zich dus helemaal niet uit dat het dan anders loopt. Ik heb hier zelfs niet eens genoeg van. Wat is dit nou? Ja, hallo. Godzie. Kan ik helemaal weer terug. Ik moet echt een soort in mijn huis gaan zetten. Want, oh my god, dit is... Nee. Even kijken. En ja, jongens, by the way, de volgende playthrough van mij. In principe van ons wonderspot, maar het is afgelopen bij episode 100. Jawel, episode 100, jawel, jawel. Dan ga ik denk ik de volgende playthrough op. Dan wordt het wonderspot Minecraft Season 2. En die gaan we dan op hard spelen. Niet op hardcore, maar gewoon op hard. Gewoon eens kijken hoe dat uitpakt. Of misschien laat ik het wel gewoon op normal staan. Dat weet ik niet. Even kijken. Dit. En... Dit, dat zullen we nodig hebben.
sandstone. Ik ga toch wel ergens sandstone of niet soms? Of ben ik nou gehandicapt? Geen sandstone? Nee, nee, niet. Wacht. Bingo, jackpot. Oké, okay, dan koken we het daar gewoon op. Doen we dat gewoon, werken we zo. Niets goeds geks, dan maar kwaads geks. Even kijken, oh god, allemaal, nee, oké. Okay. Ik dacht even, wat nog maar 4 woods. Dat kan toch niet? Nee, maar ik had nog allemaal van die loks en zo. En die kip die legt eieren als crazy. Ik ga hem Pietje noemen. Pietje de kip. Ja, oké, okay, dat is goed. En dan hier eigenlijk Harry. Harry de kippen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we, huppakee, hups. Even kijken, dat... Dat moet wel goed zijn. Even kijken. Want, kijk eens even mensen, dit moet ik verder laten gaan. Sorry Harry. Nondetje. Is gewoon god nondetje niet leuk meer? Nee. Is gewoon nonde. Kun je mijn aardappeltje eten? Oké. Sterk 12, serie. Oh, wacht, moet ik even dit, hè? Ja, zo. Hij sterk 12, goed zo. Yes. Ja. Is dit ondertje. Oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Nou, ziet er picobello uit, denk ik dan. Nou, sure. Oké. Okay. Is dit al? Ja, dat schiet al op. Oké. Okay. 1 en 2 en 3. En hups. En 1 en 2 en 3 en 4. En hup. Wat? Oh, mijn excuus. Lol. Ja, ja, ja. Ja, oké. Ah, wat leuk. Even kijken. Nou, kijk eens even mensen. Dit is toch ook gewoon geweldig. Even kijken. Nou, dan moet ik alleen nog even verder graven hier zo. Totdat we echt in het water zitten. Oh, 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 oh. Yo, hold your horses daar, mijn vriend. Even kijken. Maak wat zo. Woed. Woed, woed. Zo. Gaan we meteen even korte metten mee maken, zo. Hup, 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 hup. Oké, okay, wel, dat is perfect. Zo. Dit is het dek in principe. Zand. Oké, 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 oké. Ik laat het zo wel doorlopen, denk ik. Want het is wel erg mooi. Helemaal naar de andere kant van de jungle. Zo, kijk, er komt hier een brug zo. En die gaat helemaal daarheen. En die gaat op een gegeven moment omhoog. Dat ik met de boot onderkant zo. En gewoon met een poort zo. Met redstone en alles. Nee, dat wordt een beetje top, hè, denk ik. Even kijken. Ja. Do we have some more slabs? Or... Do we not have some more slabs? Oh, wacht, lol. Ik heb alles verkeerd en ik heb alles verpeld. Wacht, dat kan gewoon zo. Eén moeder dat ik ben, dit kan gewoon zo. Jezus. Ja. Even kijken, willen we dit door laten lopen? Hè? Dan we, ja, dat gaan we 3 maken. Wat anders dan... Dat komt niet goed. Oké, okay, zo. Zo. Is dit hoe? Daar is niet hoe. Zonder ju. Even kijken. Hoe zat dit design nou ook weer? Ik weet in ieder geval dat dit zo moest. En dan doen we dit gewoon. Zo, dat boeit niet, oké? Okay? Ja. Nou, dit. Oh ja, dit was fan. Ja, hier. Copy. Oké, okay, zo. Kijk, dit was fans. Zo.
Ja, ik wil dit eigenlijk wel aan het water hebben, maar dan hak ik het toch gewoon allemaal weg, jongen. Wat boeit mij dat? Kan mij het schelen? Nee. Weghaken die shit. Ja bro, huppakee. Even een mooi vevertje van maken. Zo gaat aan het water. Aan de kust. De Zeeuwse kust. Hup, hup, hup. Graaf, 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 graaf. Mijn schep, ja hoor. Ja hoor, mijn schep is weer stuk. Kan ik weer een nieuwe maken, alsof ik nog niet genoeg onkosten heb hier zo. Wat, waarop, wauw, gewoon wauw. Gewoon serieus wauw. Wauw, Ronald. Dat je zo een ding wilt. Gewoon, ik heb er gewoon geen woorden voor. Zo, ik moet ook wel allemaal van zand en zo gaan maken natuurlijk, want anders dan klopt er geen drol meer van natuurlijk. Dus dat zal ik allemaal wel op camera doen, denk ik. Iets in die trant. Even kijken. Ja, nou, dat is in ieder geval infinite. Oh, nou, toch, toch niet. Jezus. Nu dan. Ja, oké, kan ik dit. Ja, dat kan ik pakken. Nou, toch aan het water, hè? Even kijken, dit nog even weghalen ze. Even kijken, maken we het een beetje groter. Zo, dan lijkt dit lijkt wat realistischer omdat de kust doorloopt. Nou, dan moet ik alleen even zorgen dat dit gewoon wat verder terugloopt. Dat het gewoon dan twee diep is hier. Maar dat doe ik allemaal wel off-camera, want daar ben ik wel een uur mee bezig ongeveer. Ik maak alles wel van zand en alles. Daar hoef jullie allemaal niet druk op te maken. Dat doe ik wel, want daar ben ik immers voor. Ik zal dit wel afmaken natuurlijk, lijkt me logisch. Honden, even buiten blijven. Oké, zo. Hier moet een slabs. Even kijken. Ik pak wel even wat ze. Oh, daar is nog klei. Oké. Dat heb ik over het hoofd gezien. Je mist klei. Ja, het zal. Heb ik nog slabs? Volgens mij heb ik nog wel slabs hier. Ja, kijk. Even kijken. Maken we ook meteen even deuren? Of niet, natuurlijk. Oh my god. Oh my god. Het is niet verkeerd. Creeper, boom. Ja, alles weg. YOLO. Even kijken, het is niet gek, Ronald, als je even wat doet nu. Jezus. Kijk eens even. It's wonderful. Deur kan ik eventueel er nog wel verplaatsen. Zo. Nou, kijk eens even. Nou, en dan gaat dit ontwerp, gaat, oké, boeiend. Gaat gewoon zo door in principe zo. En, nou, ik ken het wel zo dus. En dan. Helemaal zo'n brug en dan gaat helemaal zo'n plop en dan. Oh, daar is een cave system, by the way. Die gaan we nog een keer ontdekken. Maar goed, dan gaat dus met de brug omhoog en dan gaan we daarin en dan kunnen we zo de jungle in. Zonder dat wij problemen hebben. Of ik maak het zo half ongeveer. Nee, ik denk wel dat ik het helemaal die kant maak met een brug en zo. Dat wordt echt episch. Dat gaan we denk ik in een stream doen. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Dit is dus het hele deck wat ik nu heb gemaakt. Misschien laat ik het nog één doorlopen in principe. Maar dat moet ik even bekijken. Dat zien we wel. Ik vind dit deck wel echt mooi zo. Dus ja, goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En wel. Ja, abonneer even, like even. Eens kijken of we 15 likes kanaal. Dat moet prima lukken. En dan zien jullie misschien de volgende episode wel 15 likes. Maar goed, ja, dan spreek ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij weer. Ronald speelt Minecraft. Dus ja, later mensen. Ik heb mijn duimpjes, please. Yeah. Dus ja, spooky honden. Nee, maar later mensen.